De eenheidsbeweging die op 25 mei de Mapane Kasiwinika is geproclameerd, heeft niets van doen met politiek. Dat hebben de twee initiatiefnemers Gregory Rusland van de NPS en Ronnie Brunswijk van de ABOP benadrukt. De partijleiders hebben vandaag een persconferentie belegd waarop ze nader zijn ingegaan op het doel van deze beweging en de verklaring die daaruit is voortgevloeid. Volgens Rusland was de proclamatie een groot succes, te oordelen naar de ontberingen die ze hebben ondergaan. Toch is na 25 mei vanuit bepaalde hoeken gesuggereerd dat het hier om een politieke samenwerking gaat. Rusland benadrukt dat in de verklaring van Mapane Kasiwinika bepaalde zaken zijn opgenomen die nog verder uitgewerkt moeten worden. Wat we opmerken is dat de zaken uitgewerkt moeten worden dat de problematiek die geïdentificeerd is, dat betekent dat werkgelegenheid vooral binnen die groep, maar ook het stimuleren van ondernemerschap. Nogmaals, waar wij naar bestreven is dat elke Suriname de gelegenheid heeft om invulling te geven aan die zaken, goed werk, goede kwalitatief hoge werkgelegenheid heeft, maar ook kan participeren binnen het ondernemerschap. We hebben zaken gedefinieerd wat betekent door de cultuur, de religie, het feit dat er eenheid en vrede gestimuleerd moet worden. Vrede en vooruitgang gerealiseerd moet worden in het land en dus ook binnen de groep van de nazaten van de Afrikanen. Om die zaken te realiseren hebben de initiatiefnemers een commissie in het leven geroepen. Deze commissie, onder leiding van Hesdy Pigot, zal zich in de komende 6 maanden toeleggen op de uitwerking van de verklaring. De overige commissieleden zijn Ernie Landveld, Patricia Etnel, Ruben Ravenberg, René Pika, Mavis Damon en Fidelia Grangalong. Ruud Werdenbos is als ondersteuner toegevoegd. ABOP-voorzitter en initiatiefnemer Brunswijk zegt vaker uitgelegd te hebben waar het in deze om gaat, namelijk zorgen voor de nodige ontwikkeling. Volgens hem roept dit vrees op bij andere organisaties. Maar ik moet ook zien dat in onze de Afrikaanse team, een bundel, dat natuurlijk de politiek maar niet vrede, dat je eerst de mensen die bundel komt, dat ze op straat. Wel, dan kan je dat, maar de eterne winnaar is niet erg, want dan moet je ook bedoelen. Maar de eterne winnaar is niet dat hier, dan 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 terwijl het doel zou worden bereikt nadat we bundel kunnen treffen en samen met de trekkenvolgingsgroep we schoefjari en monisot op een hogere hoogte. Dat is niet het geval. Maar met veel erg dat de organisatie het aijs aan de politiek meegaat. Brunswijk is politiek. Met Rusland is politiek. Zolang ook dat was aan de politiek. En de oorlog kunnen dat nog politiek zijn. We dat hier voor kan leveren om bijdragen, lichter aan de man, afgelopen aan de man, de blakke brada voelen, de blakke zaal, voor kan leveren om bijdragen naar konden. En de zand zijn hoe de tekort bijvoorbeeld, hoe de appel gesteld naar bepaalde zand niet. Dat kan de zand aan, ja. Dat doe ik, lichter aan de man, zand ben je aan de slaaf, ja zo, hoe vindt dat je positie, hoe zwak je doet zien naar konden. Dus, hoe maakt dat de zand dat niet? En voor mij is het zo dat we hoeven te zien dat we niet kunnen 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 zien dat we niet. Dat was ABOP-voorzitter en initiatiefnemer van de eenheidsbeweging Ronnie Brunswijk. Hij sprak vandaag op een persconferentie waarop samen met Rusland nader is ingegaan op de doelstelling van deze beweging. De persbijeenkomst is gehouden in het NPS-partijcentrum Groenjari.